Zou je eens een rekenvoorbeeld willen maken als ik zakelijk een hybride auto zou leasen ter waarde van 22.000 euro, wat dan de netto bijtelling is? Kan zeker, ik heb twee rekenvoorbeelden. De ene waarbij je wel een eigen bijdrage hebt en de andere waar je geen eigen bijdrage hebt. Het eerste rekenvoorbeeld met eigen bijdrage ga ik uit van een bijtellingspercentage van 22%. Dat is op dit moment standaard voor alle auto's behalve volledig elektrische auto's. De catalogusprijs van de auto is 22.000 euro. De eigen bijdrage is 1200 euro, dat komt neer op 100 euro per maand. En het belastbaar inkomen valt in de eerste schijf van 37,07% in de inkomstenbelasting. De bijtelling bedraagt in dit geval 22% over 22.000 euro, dat is 4840 euro. Daar gaat vanaf de eigen bijdrage van 1200 euro, waarmee je bruto bijtelling per jaar 3640 euro is. Nou, dat maken we netto en dan wordt dat 1349 euro, waardoor je netto bijtelling per maand 112 euro is. Daar komt dan nog je eigen bijdrage bij van 100 euro per maand, waardoor je totale maandelijkse kosten uitkomen op 212 euro per maand. Nu naar dit tweede rekenvoorbeeld zonder eigen bijdrage. De rest van de gegevens is wel hetzelfde. Dat ligt dus heel erg aan wat je met een eventuele werkgever hebt afgesproken. In dit geval is de bijtelling nog steeds hetzelfde. Die is 840 euro. Dat is dus geen eigen bijdrage die daarvan afgaat. De bruto bijtelling blijft daarmee op 4840 euro. Netto bijtelling wordt 1794 euro. En dat wordt dus per maand 150 euro.